Jaak Troost, we staan hier vanwege het vertrek van Jaap Stam bij Feyenoord. Ja. Uh, is dit zijn eigen besluit? Ja, dit is zijn eigen besluit. Ja. Wanneer werd jij door hem geïnformeerd? We werden vanmiddag uh, werden we op de hoogte gesteld uh, ja, dat Jaap uh, er geen geloof meer heeft. Dat hij uh, dit elftal uh, beter kan laten presteren. En dan houdt het op. Uh, in hoeverre komt dit als een verrassing voor jou? Ja, ik moet eerlijk zeggen ja en nee. Van de week had ik uh, ook weer een goed gesprek. We hadden wel een goede relatie gehad met Jaap. En uh, nou ja, daarin uit de heid wel zijn zorgen. Uh, maar ja, al pratende en zo. Nou ja, waren we ook wel weer met, uh, met volle moed, vertrouwen. Vertrouwen van spelers gekregen. Goede gesprekken gevoerd. Uh, dus ja, wat dat er gaat, uh, was het voor mij wel een verrassing. Ja, daar geldt de grote vraag is natuurlijk, en nu? Ja, we gaan uh, hard aan de slag. Op zoek naar een opvolger. En uh, we hopen binnen een afzienbare tijd een opvolger te hebben gevonden. Ja, tot slot, uh, nu we hier toch spreken, uh, hoe zit het met jouw opvolger en de verdere invulling van de directie? Nou, um, als het gaat over de verdere invulling van de directie, inclusief mijn, uh, mijn opvolger, ja, ook daarover hopen wij wel echt binnen afzienbare tijd, en dan praat ik niet over maanden, maar wel binnen afzienbare tijd zeg maar, een, uh, de directie, de volledig nieuwe directie, te kunnen presenteren.